Vanuit de AMOPEL-fractie hebben we niet alleen voorgesteld om SLM te bespreken, maar ook om te kijken naar alle andere parastatale bedrijven. Omdat veelal gebeurt dat die middelen die komen van, vanuit onze staatskas, die stromen naar die parastatale bedrijven. Dat die middelen meestal, je begrijpt niet hoe die gunningen gaan en al dat soort dingen. Waardoor men soms bedrijfdirecteur en al dat soort dingen denken dat ze goden zijn in, binnen die organisaties en zo. En al dat soort dingen willen we op de operatietafel krijgen om beter geïnformeerd te zijn erover, zodat we weten waar we staan en waar we kunnen helpen aansturen, zodat zaken veel beter gaan lopen bij onze parastatalen. Omdat je niet straks weer wil hebben dat we moeten gaan pleiten dat er ene bedrijf die is failliet aan het raken, dat ook maar dat de maakjes de middelen, dan weer een herterabroeien bakken, omdat de maatschappij goed voorzet als aan de broeien voorzet als aan z'n. Dus we kijken niet alleen naar SLM. Kwestie SLM is zeer belangrijk nu op dit moment. Moet het een comité-generaal of zegt u, zegt de ABO van, liever in een openbare vergadering? Dus je denkt ook aan die organisatie en ook die bedrijfsvoering, wanneer je zaken bespreekt. Maar nou, als uiteindelijk die clearance komt voor dat informatie naar buiten moet komen, dan zullen we sowieso daarvoor instemmen om die informatie publiekelijk te maken, omdat uiteindelijk ammonina van samenleving. En als mensen aangeven dat ze bepaalde zaken voor nu binnen kamers met de Nationale Assemblée willen bespreken, dan daar zijn we voorstander van. Maar we kijken, we willen niet alleen van SLM, we willen van IBS, we willen van SWM, we willen van staatsolie. Van al die bedrijven, omdat je meestal die informatie niet krijgt wanneer je die informatie opvraagt. En nu is die ruimte er om dat aan ons te presenteren vanuit de regering. Dus we kijken uit naar die gedetailleerde informatie en die documenten die ze met ons delen. En van daaruit, ja, sowieso even hier als aan je bespreken in de media, maar dat doe ik je voorstander vind sowieso, ja. Maar parastataal bedrijf, na belastingmoney voor a people, had de man wat takje in Pinkamera, comité-generaal. De man om meka bari juist openbaar met grondtapoeieren, zei psa. Nou, sowieso, want de informatie die al naar buiten is gekomen, wanneer je het over een comité-generaal, hou je niet alleen rekening met de organisatie die aan het runnen is. En bijvoorbeeld bepaalde onderhandelingen nog lopen bij die organisatie en die bedrijven. Dan, daar hou je allemaal rekening mee, omdat het niet een alledaags ding is dat je die organisatie zo gaat bespreken. Want je beschermt die organisatie tegelijkertijd wil je die informatie wel hebben. Snapt u? En dat is die lijn die we nu aan het volgen zijn. En zodat we die informatie zoveel mogelijk kunnen krijgen. We begrijpen dat die middelen, het zijn belastingsmiddelen, daarom eisen we dit. En als we merken dat bepaalde informatie, het heeft geen zin dat het geheim gehouden wordt of dat het achter gesloten deuren, dan moet het gepubliceerd worden of het moet in de media. En sowieso als het parlement beter geïnformeerd is, denk ik dat de leden ook in de media de nodige informatie zullen delen.